Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe deze verdeler is aangesloten. En hij is dus niet goed aangesloten. Hij is niet hydraulisch neutraal aangesloten. Zal ik laten zien. Nou, dit is de aanvoerleiding. Hier zit de pompschakelaar. Dan komt de eerste thermostaatknop tegen. En die meet dus op de aanvoer hierachter. Maar die hoort dus eigenlijk hier gelijk links te zitten. En dit is de maximaal beveiliging van de pomp. Als het water te heet is, schakelt hij de pomp uit, zodat er nooit te heet water de vloerverwarming instroomt. Maar de volgende is de aanvoer. Gaat hij dus naar beneden, wordt hij opgezogen door de pomp, loopt hij hier naar boven toe. Maar wat hebben ze gedaan? Op de aanvoerleiding zit dus ook de retourleiding aangesloten. Dus je mag nooit de retourleiding op de perszijde van de pomp aansluiten. Nou, wat gebeurt er dan? In plaats van dat er 100% water de vloerverwarming instroomt, gaat er nu 10% de vloerverwarming in en 90% stroomt via de retour terug. Dat is dus niet goed. Dus je vloerverwarmingscapaciteit is misschien niet 2000 watt, maar 1000 watt. Dus je mist gewoon capaciteit, dus je krijgt je woning niet warm. Dus daarom moeten vloerverwarmingsdelen altijd hydraulisch neutraal zijn aangesloten. En wat gebeurt er nu als de pomp van de ketel terug gaat moduleren en hij staat gewoon op standje 2 of 3? Dan perst hij het water dus via de retour vanuit de radiatoren die openstaan, perst hij de aanvoer in. Dus je kan dus klapperende leidingen krijgen. En de ketel kan in storing gaan omdat hij zijn warmte dus niet kwijt kan. En om ervoor te zorgen dat dus 90% de vloerverwarming ingaat en 10% teruggaat naar de ketel, ga ik hier dus het voetventiel dichtzetten voor nood. En dan merk je dus ook dat de vloer dus veel warmer wordt. Dus deze draai je dicht. En dan zet je hem eerst een slag open. En dan kijken wat hij doet. Nou, dan zie je dus ook de aanvoer. Die is nog steeds 47 graden, maar de retour is dus nu 27 graden. Dus er gaat nu 90% van het water gaat de vloerverwarming in en 10% gaat er terug. Maar dit is natuurlijk voor nood om de vloerverwarming warm te krijgen. En uiteindelijk zal deze leiding hier aangesloten worden waar die dus hoort te zitten. Dus hydraulisch neutraal. Nou, en daarom is het super belangrijk dat je vloerverwarmingsverdeler hydraulisch neutraal is aangesloten. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog en dan zie je mij de volgende keer.